Eigenlijk werk je met het grootste fortuin van de mensen en kan je wel iets betekenen voor die kindjes. In 2006 ben ik op pensioen gegaan, maar het was wel heel moeilijk. De stap was heel zwaar. Echt waar. Ja. Daarna werd ik aangesproken om wat mee te helpen hier in de school in Diksmuiden. Driehoek, balletje en dan een, wat is dat? In het eerste leerjaar zijn heel vaak kindjes die problemen hebben, die een beetje meer moeite hebben dan de anderen. Dan kan je dat kindje of een paar kindjes meenemen en dan probeer ik dat nog eens uit te leggen aan dat kindje van kijk, dat is zo, gaan we dat nog eens proberen? En plots zie je dan, die glimlach verschijnt op het gezicht, ja, ik snap het al. En die blik dat je dan krijgt in de ogen van dat kind, dat is zalig, daarvoor doe je het. Als ik op pensioen ging, en wel, dan zeg je, nu is het niet gedaan hoor. Het zit in je om anderen te helpen, om ze zo een stapje verder te brengen. Leraar ben je voor altijd.